wat er ook allemaal gebeuren mag hier bij de club. De club zal altijd wel blijven bestaan. Welkom in Volendam, het mooiste dorp van Nederland. En dan ook nog eens een ontzettend belangrijke wedstrijd. Want de verschillen zijn klein in de Eredivisie. Als je wilt overleven in de Eredivisie, dan zijn dit de wedstrijden waarin je het moet laten zien. Dan zijn dit de wedstrijden waarin het moet gebeuren. Daar zit de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volendam, Jaap Veerman. Ik weet niet of Jan Smit ook in het stadion is. Ik heb hem niet gezien. Hier komt misschien wel de eerste kans voor Volendam. Goed gekiept, zeg, door Schendelaar. Uitstekend gedaan door de keeper van PEC Zwolle. Daar was hij voor het eerst. Zach Booth. Zo is het een leuke openingsfase, want hier gaat Velanas al. En er is ook steun met Van den Berg. En daar de eerste noodzakelijke redding van Backhaus. Spectaculair begin van deze wedstrijd met eerst die kans voor Volendam. En nu bijna de treffer voor PEC Zwolle. De eerste minuut van deze wedstrijd tussen Volendam en PEC Zwolle was erg spectaculair. Maar daarna is het ver weggezakt. Zonder overtuiging ingespeeld op Oscar Buur, die dan wel erg hoog op het veld staat. Velanas. Nu is er beweging bij Zwolle. Tielegh klaar. En daar is de knal. En die is goed ook van Thomas Lam. Daar was bijna de openingstreffer. Prima redding trouwens van Backhaus. Op die uithaal van Lam. Mirani. Booth. En dat is goed snel gespeeld door Volendam. Voor het doel is Muren. Muren met de kans. Had het ineens kunnen doen. Wil de bal nog aannemen. En dan gaat het mis voor de spits. Een Muren in vorm. Had er denk ik niet voor gekozen om deze bal aan te nemen. Die had ervoor gekozen om de bal meteen op doel te schieten. Met de binnenkant. Twicht. Kwijt. Geen vrije trap. Van den Berg speelt hem dan weer zo knullig te ver voor zich uit. En dan ligt er nu ruimte voor Volendam. Na die fout van Davy van den Berg. Ulcik. Misschien een keer zelf. Ulcik. Ruimte zoeken voor een schot. En dan scheelt het een metertje. Het gaat steeds wat harder sneeuwen. Het levert in ieder geval prachtige plaatjes op. Die glijdt even weg op het gladde kunstgras. Namli heeft daar niet zoveel problemen mee. Die blijft lekker pingelen. Een soort van postbode bezorgt hij de bal bij Davy van den Berg. Hier is het schot van Namli. En in de korte hoek de redding van Mio Backhaus. Eerste dreiging in de tweede helft komt van PEC Zwolle. Komt van Younes Namli. Hoekschop. Namli. Niet zo heel veel ruimte, maar PEC Zwolle voetbalt zich er doorheen. En dit is ook een gevaarlijk schot van Buurmeester. Zo komt PEC Zwolle wat beter uit de kleedkamer dan Volendam. Blijft hij nou wel of blijft hij nou niet voor de wedstrijd van komende donderdag? Dat is dus eigenlijk de grote vraag. Als Team Jonk uiteenvalt hier aan de dijk. Bilal Ulcik. Van grote afstand verrast hij daarbij naar Schendelaar. En de rebound is dan voor Muren. Behoorlijke kans toch voor Volendam. T. Net even te kort. Molin. Oudspeler van Cambuur is hem kwijt. Cox glijdt uit. Namli. Daar gaat Velanas. Goed aangenomen. Velanas. En nu is het wel raak. Nu zit hij er wel in voor PEC Zwolle. En is het 0-1 in Volendam. Velanas opent de score. Maakt zijn tweede doelpunt in dit seizoen. Scoorde eerder al voor PEC tegen Fortuna Sittard. Mooie paas van Namli. Daar mankeert helemaal niets aan. En de aanname is ook schitterend van Velanas. Het is gewoon een prachtige goal van PEC. McNulty.
Daar gaat Velanas weer. Kan Peck het nog een keer? Jazeker, daar is hij al van invaller. Ferdi Druif. Zo doet Peck Zwolle hier heel snel zaken en maakt het 2 doelpunten in korte tijd. Dat kan er ook nog wel bij, zal hij denken. Jaap Veerman, toch al een rampweek voor Volendam. Derde doelpunt van het seizoen voor Druif en hij verdubbelt de voorsprong. Slordig balverlies, Volendam. En meteen weer volop in de aanval, Peck Zwolle. In de omschakeling sterk. Namli. Goeie voorzet bijna. Is daar de kans voor Velanas. McNulty. Druif. En weer raak. Weer Ferdi Druif. Het is 0-3. Zo wordt het voor Volendam. Een hele pijnlijke avond. Na een uiterst pijnlijke week. Lijkt Peck Zwolle op weg naar een hele grote overwinning. Of er moet een wonder gebeuren voor de formatie van Matthias Kohler. Weer een doelpunt voor invaller Ferdi Druif. En meer zie je de verwijten bij de spelers van Volendam over en weer. En toch vrij massaal gaan de mensen nu naar huis. Wat een ruimte hier weer voor Namli. Meegeven aan Van Polen. Gaat Van Polen dan scoren? Dat scheelt niet veel. Goeie redding, Bakhuis. Die hoopte op een voorzet. Dat zie je aan zijn reactie daar. Nu de hoekschop. En binnengeknikt. En dan heeft hij zijn doelpunt, Lennart T. En is het 0-4. Zo wordt het voor Peck Zwolle toch een perfecte avond hier aan de dijk. Aan de andere kant Serrano. Het is goed gespeeld. Druif. Druif en weer. Het is de hat-trick voor Druif. 0-5. Hij maakt zijn derde. De huurling van Rapid Wien. Doorgelopen El Azouzi. Krijgt hij de bal mee van Reinders. Handig voorzetje nog. En deze bal gaat er ook nog bijna in van T, die bijna zijn tweede doelpunt maakt in deze wedstrijd. En dat was het dan wel voor wat betreft deze editie van Volendam Peck Zwolle. Peck Zwolle wint met 5-0. En zo krijgt een rampweek hier aan de dijk in Volendam. Eigenlijk een uitslag en een wedstrijd die daar naadloos bij past.